Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de anatomie van de longen. We gaan het hebben over de longen, de bronchiën, alveoli en de pleura. Hier zie je de longen en de rest van de luchtwegen. De onderkant loopt tot het diafragma, oftewel het middenrif. En de bovenkant loopt zelfs iets verder door dan de sleutelbenen. Het gebied tussen de longen heet het mediastinum, waar onder andere het hart ligt, de grote bloedvaten en de slokdarm. Maar ook de luchtwegen, zoals de trachea, oftewel de luchtpijp, en de bronchiën, die de trachea verbinden naar de longen toe. Het deel van de longen dat tegen de ribben en tussenribspieren ligt, heet het costale oppervlak. En het oppervlak aan de binnenkant, aan de kant van het mediastinum, heet het mediale oppervlak. Daar zit de longhilus. De longhilus is de longpoort waar de bloedvaten en luchtwegen de long in- en uitgaan. Als we de long van de zijkant bekijken, zien we ze zitten. De bronchus, de arteria pulmonalis, de venae pulmonalis en verder nog kleine bloedvaatjes naar de bronchiën, de lymfevaten en zenuwen. Mochten de termen arteria pulmonalis en venae pulmonalis je niks zeggen, kijk dan de video Hart, anatomie en functie. Dit alles is omhuld door de pleura, waar we het straks nog over gaan hebben. In de long zie je verschillende kwabben. Rechts hebben we er 3, de lobus superior, medius en inferior. En links hebben we er 2, de superior en inferior. Links zit natuurlijk ook het hart, dus de long is kleiner aan de linkerkant. De afscheidingen heten fissuren. De fissura obliqua, ook wel de fissura major genoemd, die rechts en links zit. En dan rechts nog de fissura horizontalis, ook wel de fissura minor genoemd. Dan gaan we het hebben over de bronchiën. De luchtweg begint bij de neus, dan de pharynx, de trachea en splitst dan af in een linker en rechter primaire bronchus. Dan vertakt het naar de verschillende longkwabben, de bronchus lobaris, en dan naar de verschillende segmenten, de bronchus segmentalis. En dan wordt het steeds kleiner en kleiner en dan worden het de bronchiolen, wat letterlijk kleine bronchie betekent. Dan komen de bronchiolen uit in een alveolus. Een alveolus is een klein luchtzakje waar gasuitwisseling plaatsvindt. Daar hebben we er miljoenen van, die we de alveoli noemen. Het meervoud van alveolus is alveoli. Langs de alveoli lopen de arteriën en venen om zuurstof uit de ingeademde lucht op te nemen en CO2 acht te geven. Hier ga ik dieper op in bij de video over gasuitwisseling. Als we de alveoli onder de microscoop zouden bekijken, zien we dit. De alveoliwand bestaat nog maar uit 1 cellaag. Hierdoor ligt het bloedvat super dichtbij de ingeademde lucht. Hierdoor kunnen zuurstof en CO2 effectief worden uitgewisseld. Verder zien we hier nog cellen van het afweersysteem, de macrofaag, en een cel die surfactant maakt. Surfactant is een beetje vloeistof die zorgt voor oppervlaktespanning, waardoor de alveoli niet steeds dichtvallen bij het uitademen. En dan gaan we het nog hebben over de pleura. Zoals elk orgaan zijn ook de longen omgeven door een vlies. Deze heet de pleura en heeft 2 lagen. De makkelijkste manier om het je voor te stellen is een ballon die wordt geplet. De vuist is dan de long en de ballon is de pleura. Er zijn dus 2 lagen van de pleura. Eentje die aan de long vastzit, de pleura visceralis, en 1 aan de wand van de thorax, de pleura parietalis. In ons ballonvoorbeeld zit er natuurlijk lucht in de ballon. Maar als we dat naar de pleura vertalen, zien we eigenlijk dat de ballon bijna helemaal leeg is. Er zit alleen een klein laagje sereuze vloeistof in, zodat de 2 lagen makkelijk over elkaar heen kunnen bewegen tijdens de ademhaling. Deze vloeistof zorgt ook voor oppervlaktespanning, waardoor de longen eigenlijk zijn opgehangen in de thorax. En we zien dat als deze spanning wordt doorbroken, dat de long inklapt. Dat wordt dan een klaplong genoemd, oftewel een pneumothorax. Je hebt geleerd over de anatomie van de long. Als je nog vragen hebt, dan hoor ik het graag. En ook je mening lees ik graag terug in de reacties. Bedankt voor het kijken!